KRO presenteert. Toen was geluk heel gewoon. Met Gerard Cox. Jokke Bruis. En Sjoerd Plezier. Zij nemen u mee terug in de tijd. Toen geluk heel gewoon was. Hij strijken dat hij kan. Ik krijg alleen maar complimenten van de klanten. Henny de Greef ook. Ze zegt mij het normaal doe ik de overhemden van Joop altijd zelf. Maar zoals Bas het kent, ken ik het echt niet hoor. Nel, een vent met een strijkijzer. En die tonnen waspoeien, weet je wel, die van 15 kilo. Die nam ik natuurlijk nooit, die ging door mijn rug. Nou, hij wel hoor. Twee tegelijk, net zo makkelijk, dus ik ben er goedkoper uit ook. Een vent met waspoeder. Maar het allerleukste voor mij is natuurlijk dat hij elke dag de zaak open doet. Zodat wij weer gezellig kunnen ontbijten. Nou, dat is wel het minste. Mijn zus moest ik het altijd doen. Krijgt hij daar nou nog voor, die rozen? Mijn zus moest ik altijd alles doen, maar daar gaat het nou niet om. Riksdaalde per dag of zo? Gaat je niks al? Gaat je niks al? Nee, zijn je zaken niet. Ik ben Hiro de heer des huizes, hoor. En jij, joh? Mijn naam staat Hiro op de deur, hoor. Echt waar? Waar de man woont, draag hij de kroon. Suiker en melk, sieren. Oh. Goedenavond. Hallo. Moet jij niet bellen, joh? Met wie? Aan de deur. Nou, toch een touwtje? Toch niet voor een vreemde? Bas is toch geen vreemde? Dat maak ik wel uit. Een beetje normaal, ja. Ik heb dat touwtje daar neergehangen, dus ik maak uit wie die hier vreemd is of niet. Ik ben toch niet vreemd, ome Jaap? Meneer Kooijman voor jou. Ik ben toch niet vreemd, meneer Kooijman? Jij bent heel vreemd. Hij is heel gewoon. Oh ja? Als jouw klant helemaal in de gaten krijgt dat hij van de verkeerde kant is, dan kun je je wasserettetje wel sluiten. Nou, vandaag hebben we in elk geval nog een fantastische omzet gedraaid. Alsjeblieft, 113 gulden 75. Zo, dat is lekker. Zou je dat niet even natellen? Trouwens, tante Nel, morgenavond moet u zelf afsluiten. Jo. Ga je lekker. We gaan namelijk naar het Nationaal Ballet. Jongen. Ze doen het Zwanenmeer en het is een prachtige uitvoering. Schijn nou toch uit. Ik heb hem vorig jaar in Amsterdam al gezien en het was zo ontroerend. Ontroerend? Dat kan toch best, ja. Ben je een vent toch niet? Ben u dan nooit ontroerd? Ja, als ik jou zie, dan springen de tranen in mijn ogen. Het was een verrassing van Adrie. Die kwam van de week ineens met die kaart aan. We hebben namelijk wat te vieren. Joh. Ja, wij gaan samen wonen. Opgeruimd staat netjes. Bij jou op de Retiefstraat? Nee, hier zo. Beneden? Nee, boven. Bij Simon? Nee, natuurlijk niet, Jaap. Hier beneden. Beneden? Bij Adrie. Ja, ik weet wel wie er beneden woont. Leuk voor jullie. Over mijn lijk. Gaat jou helemaal niks aan. Ik moet er boven wonen. Ja, Pio. Hiro, Simon, zo doe mijn Gamora. Gezellig. Het is niks dat ze van de verkeerde kant zijn, maar dat gaat allemaal onder mijn dak. Hé? Helemaal niks voor jou bij. Ik trek van de week bij Adrien. Gefeliciteerd. Simon, die gasten die zoenen met elkaar. Heel goed, Jaap. Dankjewel. Gefeliciteerd. Kijk eens even, Jacobus. Hey, kijk eens even. Hé? Is die mooi of niet? Hij heeft scholten. Mijn baas? Ja, ik weet wie je baas is. Kijk eens zien. Een tatoeage. Oh, mooi. Dat moet nou toch niet gekker worden. Ik heb Adrie hier zo. Op je bil? Ultieme blijk van liefde. Hoor je dat, ja? Dus jij houdt van Huib Scholten? Tuurlijk, ik heb opslag gekregen. Hé? Ja, nou, met die hoogconjunctuur, hij zegt het ken nou leien. Hij heb opslag. Hé, hey, ja, leuk voor me Sinterklaas. Wat? Nou, Nelly op je bil. Gaat een beetje mijn vrouw in mijn lichaam laten branden. Zo gebeurt, even naar Katendrecht. Katendrecht? Ja, daar zit hij toch, de Toe Bob, die met zijn ogen dicht. Ga je zeggen. Die gozer is gewoon echt een kunstenaar.
Wil u de mijne even zien, tante? Nee. Mannen, even een paar huishoudelijke mededelingen. Om te beginnen is er een boete binnengekomen van de bond. 3 knaken voor onheus bejegenen van de scheidsrechter tijdens de wedstrijd Vlaningen vooruit Brulboei. Hij is fijn. Hij is heel fijn, met name omdat jij het was. Ik? Nee, ik heb hem die kopstoot gegeven. Was zijn eigen schuld. Man is afgevoerd naar het Holy ziekenhuis. Dat is een heel goed ziekenhuis, hoor. Gozer, die bloeit als een rund, man. Wel, nee. Had zijn wenkbrauw in zijn hand. Moet hij me maar niet disqualificeren. Toch wel als je je tegenstander hebt neergeslagen. Nu vind ik die 3 knaken nog heel schappelijk, eigenlijk. Dan de bruine Rotterdammer. Siem? Ja, ik overweeg dus om wedstrijdverslagen te gaan publiceren. In de bruine dus. Van onze wedstrijden. Grandioos. Heel verstandig, Simmel. Enkel, als je Kobus dan weer gaat lopen meppen, komt het er natuurlijk wel in. Ja, dat is dan natuurlijk weer slecht voor de naam van de club. Hij gaat zijn eigen gedragen. Dan, last but not least. Wie zijn moeder? Het laatste punt en belangrijkste. Het water staat de club tot aan de lippen. Hoe kent dat nou toch elke keer, Kok? Iemand een idee? Nee. 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 Sim? Contributieverhoging. Hé? Schei eens even uit. Alles wordt toch duurder? Ja, jij hebt opslag. Echt waar, Sim? Ja, goeie baas, hè? Kijk eens even. Jo! Zo. Doet het niet hartstikke pijn? Vreselijk geleden. Moet er niet aan denken? Anders ik wel niet. Ik doe alles voor Huip. Mijn hospitaal heeft er ook één. Jo! 2. Hier Koen, hier Molijn. Mannen, wat doen we nou? Ja, we kennen er natuurlijk ook een hoerenkast van maken. Ja, contributieverhoging. Nou ja, als niet anders ken. Ja, jij hebt 5 keer kinderbijslag. En die is natuurlijk al 10 jaar niet verhoogd. Ja, jij bent vrijgezel. Jouw vrouw werkt nou toch ook? Ja, allemaal voor de eigen. Jongens, het is nou toch hoogconjunctuur. Iedereen krijgt het beter. Nou, ik niet. Zo is het toch ook helemaal gelijk. Weg met de bestedingsbeperking, mensen moeten geld uitgeven, dat is goed voor de economie. Dat is dan aangenomen. Jongen. Ben naar mijn noodslacht. Ingewandeld voor mijn kok. Okido. Gehakt voor volgende week, jongens. Wat is het eigenlijk voor noodslacht? Politiehonden van het Sandelingplein. Afgekeurd. Ja, die zetten ze altijd in de Kuip. Maar als Feyenoord dan verloor, begonnen ze te huilen. Hé, hey, jongens. Ken die strijken? Of kan die strijken? Fantastisch. Dat is mijn lust en mijn leven. Ik blijf het geen gezicht vinden, een vent met een strijkijzer. Het zou net zoiets wezen als een buschauffeuse. Hoor je dat? Een buschauffeuse. Ik hoop dat ik zou het niet tegen Harmsen zeggen, anders doet hij het nog ook, hè? Ja, maar? Ze zitten nou toch ook bij de politie? Jo. Van de week ook, man. Ik rij 100 in de tunnel, dat doe ik natuurlijk altijd. Word ik aangehouden door zo'n mokkel, weet je wel? Lekker strak in het uniform. Ik zei, nou meid, door jou zou ik best wel eens lekker bekeurd willen worden. Kon gelijk afrekenen. Als ik een bekeuring krijg van een vrouw, dan betaal ik gewoon niet. Gaat u toch lekker zitten? Hier, ook tante Bas in de bocht. Neem me niet kwalijk, ome Jaap. Meneer Kooijman voor jou. En strijk jij nou maar, dan krijgt u nog geld voor ook. Ja, niet te weinig ook. En als ik voor geld kom voor de kegelclub, dan geeft ze niet thuis. Gek, hè? Een hele goede morgen samen. Tukker. Heb je snel je koffie en melk? Dankjewel. Zet ik deze voor Adrie meteen even koud. Doe je wel zachtjes, hij ligt nog te slapen. Jongen. 8:30, meneer legt hem in zijn nest. Hij heeft vandaag vrijgenomen. Vrijgenomen? Ja, ze hebben anatomie en dat kent hij al. Echt waar? Ja, hij weet alles van het menselijk lichaam. Hij studeert op mij. Ja, dat is al best. Tuurlijk. Hè? Ze doen het nu toch met elkaar? Ja, dat weet ik ook wel. Nou, Tom. Nou, dat is toch allemaal al erg genoeg? En dat allemaal onder mijn dak. Er is niks aan jou bij. Zo. Hij slaapt nog als een roos, hoor. Hij kan toch zo slapen? Gelukkig maar. Ik niet, hoor. Althans, ik moet mijn eigen kussen. Johnny van mij, die kan ook zo slapen, hè? Op vakantie bijvoorbeeld. Niks, geen luchtbed. Gewoon op de kale grond. Ja, ik normaal gesproken ook. Alleen als Jaap een paar pilsjes op heeft. Lig ik naast de houtzagerij. Hoe kom je daar nou bij, Nelly Kooijman? Kom eens, ik hoor het boven ook, hoor. Ik ben een vent, Stokvis. Een echte vent en een echte vent snurk. Nou,
Ik ga door. Ik zie jou morgenmiddag om 4:00 op de Retiefstraat. 4:30 is ook goed. Gaat Bob jou verhuizen? Ja, met de ijzer rond. Ah, oh, wat lief van je. Voor Bas doe ik alles. Het is een homo, hoor. Ik toch ook. Hé? Hey? Ja. Hij is dan met Johnny Fluweel. Johnny Fluweel, dat is toch zijn neef? Nee, ik hoop eens, dat is niet zijn neef. Nee, het is zijn nicht. Zo zou je het kunnen zeggen, ja. Johnny Fluweel, daar ben ik ook nog mee geweest. Meid. Oh. Goedemiddag. Ja, Pio. Wat stelt dit weer allemaal voor? De Krasnapolsky lunch. De Krasnapolsky lunch. Ja, in Amsterdam, als je daar gaat lunchen, krijg je dit allemaal. Dit bijvoorbeeld hier, dat is een kaasje uit Italië. Schijn nou toch uit, Simon. Heerlijk. Je doet het alleen maar om te slijmen bij Harmsen. Gorgonzola. Dadelijk komt hij binnen en dan is het weer van... Oh, vriendje Stokjes, wat heerlijk allemaal. Wat dacht je van je eigen? Wat nou? Als Harmsen binnenkomt, spring ik altijd kaarsrecht in de houding. Kom je daar bij? Altijd. Soms misschien. Nou, geloof mij nou maar. Nou, is dat zo erg dan? Ik sta heel uitsloverig. Oh? Ik sta heel slijmerig. Dat mogen we niet hebben natuurlijk. Nee, dus de volgende keer dat hij binnenkomt, stel hij komt binnen, blijf hij gewoon zitten. Ja, ja. Meneer Harmsen, hè? Ja! Goedemiddag, meneer Harmsen. Koeiman! Dus sinds wanneer blijven we zitten? Oh, ja, nee. Er komt dus een plannetje van Simon. Ja, ga nou niet vriendje Stokvis de schuld geven. Dank u wel. De erg onsportief van je, Koeiman. Neem me niet kwalijk, meneer Harmsen. En dat neem ik je wel. En ik ook, Jacobus. Oh. Dan bied je excuses aan, Koeiman. Mijn excuses, meneer Harmsen. Gaat het aan vriendje Stokvis? Ach, tuurlijk. Simon, mijn excuses dus. Oké. En laat dit niets meer gebeuren. Nee, meneer Harmsen. Nou, ik heb er ook eigenlijk helemaal geen zin meer in. Ik ben er nou toch. Koeiman, je krijgt opslag. Harmsen. Ja, 7,75 in de week. Dank u wel. Ja, 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 ja. Ja, ja. Kan ik u danken, meneer Harmsen? Meneer Harmsen. Simon, hoor je dat? Ik mag hier niks om horen, Jaap. Simon, ik heb opslag! Ja, Koeiman, heb ik boven eindelijk 7,75 per week erbij. Simon, ik moet iets terug doen. Zou je denken? Ja, ik moet iets doen waaruit blijkt dat mijn dankbaarheid en mijn waardering door mij niet onder stoelen of banken is gestoken. Nee, nee. Hè? Dat hij gelijk in de gaten hebt dat hij met mij het goede vlees in de kuip hebt. Ja, ja. Hè? Ja? Simon, bedenk iets! Rustig maar, Jacobus. Ik ben bezig de raderen draaien. Heb eens. Wie zit trouwens, Jacobus, wie het tatoeëren hebt uitgevonden? Nou? Edison. Oh ja? In 1875. Jo. Tenminste, hij heeft het apparaatje uitgevonden, weet je? De stencilpen, dat is een variatie op de grammofoonnaald. En mensen als Bob de Toe, die maken daar vandaag de dag nog steeds gebruik van. Ja. En jij hebt ook zo'n ding? Nee, nee, mijn methode is wat orthodoxer. Zo? Ja, ik ga het een beetje dieper. Jo. Ja, een tatoeage van Bob die blijft zitten tot je doodgaat. En die van mij nog veel langer. Zo. Kun je nagaan wat een ultieme blijk van liefde dat dan is? Nou, goed. Jacco, we gaan hem eerst even ontsmetten. Hou het klaar. Tuurlijk. Zo. Moet hartstikke schoon zijn natuurlijk, anders gaat het allemaal vreselijk sferen, hè? Oh, nou, dat moeten we niet hebben natuurlijk. Grijp je? Zo. Dan de kaars. Dan de breinaald. Ja, dit duurt natuurlijk even, Jacobus, want hij moet 300 graden wezen. Ja, oké, okay, daar komt ie. Ah!
hartelijk goedemiddag. Adiaap. Jo. Fijne collega. Inderdaad, Hendrik, zeg dat. Nog wel. Maar niet lang meer. Want deze jonge Jacobus Kooijman, domiciliehoudende op de Oranjeboomstraat 51B, maar zeer binnenkort bewoner-eigenaar van een luisterrijke villa in Hilligensberg, heb eindelijk de vinger erachter. Alweer? Alweer, ja. Deze jongen heeft namelijk als enigste op de zaak opslag gekregen. Dus zijn welverdiende promotie zal niet lang meer op zich laten wachten. En dan gaat hier een hele andere wind waaien. De Kooijman-wind. Wat over. Meneer Harmsen, wil u even komen kijken dan? Ik heb een geweldige verrassing voor u. Vlucht dan even, Kooijman, want het hoofd loopt om. Meneer Harmsen, als blijk van mijn liefde en toewijding voor onze RET, waar de jongens nog een voorbeeld aan kunnen nemen, en natuurlijk vooral uit liefde voor u, Astenblaft. Oh, niet onaardig, Kooijman. Beetje ordinair. Maar dat ben je tenslotte zelf ook. Dat wel natuurlijk. Dan by the way, Van Dam van den Berg. Dankzij de hoogconjunctuur en de stijgende welvaart, kan ik jullie een loonsverhoging bieden van 7,75 in de week. Ja. Maar wat ruikt mijn neus? Gorgonzola. Of rietje stokvis. Daar heb je toch ook een lekker glaasje Moscato d'Asti bij? Ja, zeker, kijk eens even. Heerlijk. Daar komen ze. Adrie. Ze komen eraan hoor. Hallo, tante Nel. Hallo, Adrie. Nee, laat maar liggen. Het is niet zoveel. Boeken, Nel. Altijd het zwaarst. Komt alles er in één keer in? Makkelijk. Zijn bed hebben we laten staan. Ja, zolang ik mijn kussen maar heb. Je kussen? Ja, zonder mijn eigen kussen doe ik geen oog dicht. Wat heb je versloopt? Van zijde. Zo. Wat heeft dit allemaal te betekenen? Hij komt toch hier wonen? Daar heb ik toch helemaal geen toestemming voor gegeven, hè? Meen je dat nou, Jaap? Ja, dat meen ik, Tukke. Je denkt toch niet dat ik het goed ga vinden dat er hier ook twee homo's komen te wonen? De ridder van Rappard in de bocht. Ja, zeker ja. De ridder van Rappard, ja. En kijken jullie maar uit, want als die het binnenkort voor het zeggen krijgt, dan worden jullie allemaal gedumpt in het Haringvliet. Nou, ik zou heel goed kennen, want de ridder heeft een enorme hekel aan ballet. Ome Jaap, kunt u even helpen met de linnenkast? Ja, als ik gek ben. Nou, dan komt er ook niet op mijn feestje. Welk feestje? Vanavond hier in de Wasserette. Hij komt toch hier wonen? Een housewarming party. Wie zijn moeder? Alle jongens van de Why Not komen ook. Van de Why Not? Ja, dat is toch die homobar aan de binnenweg? Ik ga het hier hoogst persoonlijk een stokje voor steken. Ik word de Hans Brinkers van de zedenverwildering. Ik douw hoogst persoonlijk mijn duim in de dijk. Zo. Geachte aanwezigen. Mijn naam is Jacobus Kooijman, die al heel lang gelukkig samenwoont. We zijn getrouwd in 1945 met zijn vrouw Nelly Kooijman. Zij heet zo, want ik heet zo. Kooijman dus. En wij zijn er gelukkig, we hebben altijd paas en vree. De balans voor ons geluk slaat nooit de verkeerde kant uit. En over de verkeerde kant gesproken, hè? Daar wou ik het eens even over hebben. Dadelijk dus, hè? Ken niet alles tegelijk. Waarom zijn wij zo gelukkig? Heel simpel, omdat ik een man ben en zij een vrouw. Mijn vrouw Nelly dus. En nou krijg je het, dat kun je van Bas en Adrie niet zeggen. Die zijn namelijk allebei een man. En als die gaan samenwonen, komt er sprake van zedenverwildering. Ja, meneertje. Je crois que tout l'amour du monde est là quand tu es prêt.
een speech die ik even gaarne voor zou willen lezen. De koeibaan. Meneer Harmsen, u hier? Voordat jij aan je speech begint, zou ik je graag wat willen zeggen. Heel graag, meneer Harmsen. Ik zou willen dat al jouw vrienden die hier aanwezig zijn, weten hoezeer ik me in jou heb vergist. Nee, toch? Ja, toch? Door een samenlevingsverband zoals Adrie en Bas zijn aangegaan, is geen alledaagse aangelegenheid. En ik zou je legio voorbeelden kunnen noemen van mensen die het niet zouden tolereren zo'n situatie goed te keuren. En zeker niet naar boven te gaan wonen. Nou, ik woonde er al boven, hoor, meneer Harmsen. Maar de tijd staat niet stil. De maatschappij is voortdurend in beweging. De pantarij, zoals de oude Grieken zeiden, en zoals de jonge Grieken nog steeds zeggen. En daar ben jij je terdege van bewust. Dat wel, natuurlijk. En daarom kan ik jou niet genoeg roemen. En Kooiban, als er ooit bij onze geliefde RET een plaatsje vrijkomt met betrekking tot een leidinggevende functie, ben jij de eerste die daarvoor in aanmerking komt. Dank u wel, dank u wel. En nou jij. Nou, je speech. Oh. Ja. Nou, zo'n beetje hetzelfde wat u net allemaal zei. Meneer Kooiman. Ome Jaap voor jou. Ome Jaap. Zeer bedankt. Graag gedaan. Adrie. Ome Jaap. Heel erg bedankt.